Hallo zeevisvrienden. Na een 8 keer vissen wordt het tijd dat ik mijn lagertje schoon ga maken. En dat gaat als volgt. Ik draai deze 3 schroefjes los. Zo, dat is 2. Nog eentje. Dus is hij los. Oké, dat is 1. Hier heb ik het asje. Hier zitten mijn remsteentjes. Dit gedeelte ook goed schoonmaken. Het is zo goed als schoon. Kijk uit dat je remsteentjes niet kwijtraakt. Zo. Die leg ik hier even neer. Dan zit hier, als je hierin kan kijken, hier zit toch een lagertje. Dus dan ga ik deze 4 schroefjes even loshalen, draaien. Even kijken, schroevendraaier. Eén. Dat is 2. Nog eentje. Dat is 3. Dan kan je dit gedeelte loshalen. Even de ring. Dat is. Kijken of dit ook allemaal schoon is. Zet hier een klein veertje. Hou je hand erop dat hij niet weg kan springen. Zo'n klein schroefdraadje even gebruiken. Daar is hij. Klein veertje zit erachter. Misschien dat je zo kan zien. Ik leg gewoon even neer. Zo. Dan hebben we hier het lagertje. Daar heb ik een handig hulpmiddeltje voor. Jaren geleden was ik op een beurs. En die meneer die zat ook gereeld schoon te maken. Ik zeg zo, dat is handig. En joh, neemt er eentje mee. Dus makkelijk te maken van een stukje. Roestvrij staal, veren staal denk ik, ja. Dan gaat het als volgt. Je doet deze hierin. Nou, ik denk dat je deze met je hand eruit kan drukken. Dan gaat het hoofdzakelijk op die, om die andere. Kijk, deze kan je gewoon losdrukken. Even leg hem even op het doekje. Kijk ook of dit allemaal schoon is. Ja, dat is schoon. Dan heb ik hier nog een lagertje. En daar gebruik ik hem voor. Niet voor die andere, want die kun je er zo uitdrukken. Je moet hem bij elkaar zo. Kijk, kun je zien zo. En dan doe je hem erachter. En dan schiet hij vrij. En dan is het een kwestie van even trekken. En daar heb je hem. Het zit behoorlijk vast. Zo. Weer terug. En klaar. Dan heb ik hier een klein kokertje. Waar zo'n fotorolletje in gezeten heb. Daar zit een beetje wasbenzine in. En daar doe ik dan het lagertje in. Die draait een paar keer in de ronde. Dan schroeven we eruit zo. Dan maak ik gewoon een stukje papier, laat ik hem uitlekken. Dan pak ik het andere, gaat er ook in.
Ook die. Kun je een aantal keer in de ronde draaien. En dan is hij ook schoon. Even uit laten lekken. Zo. Even kokertje dicht. Mooi. Dan is de kwestie van draait, dus ik weet wat hier. Andere. Zo. Even kijken. Nou. Ik denk wel dat het droog is. Even een stukje papier erbij. Dan heb je twee soorten olie. Rocket fuel noemen ze dat. Dan heb je de gele. Die gebruiken ze op de castingbaan. Dus die gebruik ik bijna nooit. En dan heb ik de red label. Die gebruik ik voor als ik ga vissen. Dus hier doe ik dan een druppeltje aan deze kant. Zo. En een druppel aan de andere kant. Zo. Dan de ander. Doe precies hetzelfde. Ook eentje. Zo. Mooi. Even kijken of hij. Ja. Dan ga ik hem eerst ook een kleintje weer terug. Zo. Het veertje. Kijk dat, hou je vinger erop dat hij niet weg kan schieten. Zo. Zit de veertje er ook in. Even kijken of die goed zit. Ja. Dat is één. Dan kunnen we de deksel er weer op zetten. Plaatsen. Oké. Zo. Deze. Dan gebruik ik de vier schroefjes weer terug. Draai het niet te vast. Gewoon de hand vast. Even een klein slagje, handvast.
En klaar. Dan. Oké, eerst de andere lagen erin natuurlijk. Zo. Kijk of die een beetje gelijk zit. Dat moet een beetje met kracht gebeuren. Zo. Zodat hij er goed in zit. En niet scheef erin. Dat is dat. Dan gaan we deze ook weer plaatsen. Even kijken. Zit die, komt die als het goed is. Zo te zitten. Oh, ho, ho, ho. Vergeet niet de spoel erin te doen. Oké. Dat is de spoel. En het pennetje er weer in. Zo. Dan doen we nu. Even kijken. Deze weer vast. Deze ook handvast. 1, 2, 3. Dan gaan we even kijken of de spoel in het midden zit. Ik draai dan deze helemaal los. Dat er beweging in zit. Dan kan ik met deze kan ik de spoel hier en hier precies in het midden draaien. Zo. Dan zit er te veel zijwaartse speling in. Dus dan ga ik met deze draai ik hem iets strakker, dat er ietsje zijwaartse speling in zit. Heel klein beetje, doe ik meestal. Even kijken. Ietsje terug. Ja, dan zit er een klein beetje zijwaartse speling in. Oké. Dan zet ik zijn op 0. Oké, nou, dan kan ik weer een keer of 8 vissen. Dat draait weer als een lier. Veel succes en tot ziens.